En we zijn lekker vroeg aangekomen op onze shootlocatie in Den Bosch. Ik heb net helemaal dikke laag make-up op mezelf gesmeerd. Ik wil dit! Ik was hier dus al een klein beetje bang voor. Oké, dat gaf dus wel echt wat meer uitdagingen dan ik eigenlijk had verwacht. Even kijken waar mijn kind uit hangt. Salute! Long, ja, het gaat de wereld rond. En toen was het time to work out. Oeh. Ja, vaderdag lunch. Mama openmaken? Ik heb even lekker een shake gemaakt. Het zie je, daar zit ik al de hele tijd over na te denken. Zal ik dan de juf een appje sturen of zal ik even mailen? Good morning. Het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag bij ons en we zijn lekker vroeg aangekomen op onze shootlocatie in Den Bosch. Want wij gaan hier, volgens mij kwam het in beeld. Wij gaan hier een promo opnemen voor een heel tof nieuw programma binnen Nieuw Fit Mama. En dat gaan we vandaag met onze Danny samen filmen. Maar ik doe het nog even geheim houden. Misschien heb je het stiekem gezien, dan heb je geluk. Even kijken. Oh, ik denk dat dit wel een lekker plekje is. En deze promo schieten we op blote voeten. Ja, spannend hè. Normaal heb je altijd sportschoenen aan als je gaat sporten. Dit keer dus niet. Wat denken jullie dat het is? Het is geen yoga. Maar wel iets anders op blote voeten. We hebben echt heel wat beelden geschoten. Er komt net een vliegtuig over. Oh nee, helikopter. Politiehelikopter. Maar goed, we hebben heel wat beelden geschoten en nu is het tijd voor koffie. Zo lekker. Ik heb ook echt super veel trek, want ik heb nog niet zo heel veel gegeten vandaag. Hoe is het met de assistent? Oh, mijn klepje weer. Steeds last van mijn kies. Oh ja, Etty moet een kies laten trekken. Ik ga even hem schoonmaken aan jouw shirt. Ja, Ed moet een kies laten trekken volgende week. Oh my god. Nee, die daarvoor. Echt heel erg. Hij heeft er nu een paar dagen last van. En hij is naar de tandarts geweest en nu moet hij dus een kies laten trekken. Zo erg, godverdamme. Ik heb helemaal medelijden met hem. Ik ben zo blij dat ik het niet hoef te doen. Oké, dat moet ik niet zeggen eigenlijk. Ik heb jullie per ongeluk in de auto laten liggen toen wij de hele dag verder aan het werk waren. En nu zijn jullie helemaal... Oh, wacht, mijn raam. Gloeiend heet geworden, want het is echt zo warm buiten. Nu zijn we even bij ons nieuwe huis. Het is 4:30. En we gaan even kijken, want de keuken wordt uitgesloopt. En inmiddels zit ook de hele vloer zit in de bovenverdieping. En die heb ik jullie nog niet laten zien, omdat er vorige week geen vlog online kwam. Dus we gaan even kijken. Spannend! Nou, de keuken is er al uit. Dus dat gaat snel. En de vloer is inmiddels hier gelegd. Dus dat ga ik even aan jullie laten zien. Ik ben er heel blij mee. Het is echt heel mooi geworden. Mooi hè? Dan zo de plinkjes. Dit is onze slaapkamer. En het ligt eigenlijk gewoon hier overal. Dus hier, bij de meiden, bij Ramos. Ah, oh, dat is lekker. Met het nieuwe vloertje. Mooi, Ed. Zeker. Oh, ik ben moe. Ik heb vandaag echt de hele middag gesport. Want ik ga morgen met Link haar workout video's opnemen. En die heb ik vandaag en afgelopen dagen zeg maar helemaal ontwikkeld en geoefend en zo. En dus heel erg bezig geweest. Ik zie er echt een beetje gaar uit en dat ben ik dus ook. Oh jongens. Donderdagochtend. Oh, ik moet niet zoveel gapen. Ik ben net helemaal dikke laag make-up op mezelf gesmeerd. Het is vandaag donderdag. Het is 6:50. Ik ben helemaal klaar om te gaan. Ik ga nog even koffie maken. Dan ga ik naar Breda rijden. Om met Lynn de workout video's op te nemen. Oh, ik ben helemaal benieuwd hoe het gaat. Want we gaan dus voor de eerste keer buiten filmen. In plaats van op onze oude vertrouwde binnenlocatie. Dus super benieuwd. Maar goed, nu eerst eventjes koffie maken. Even mijn eten pakken die ik in de koelkast heb gelegd gisteravond. Water vullen. En dan maak ik lekker rijden. Ik hoop dat er geen file staat. Maar het zal wel niet zo vroeg, toch? Ik zit lekker in de auto, maar ik sta in de file. Dus ik dacht, ik kan best wel even met jullie kletsen. Ondertussen dat ik gewoon veilig aan het rijden ben. En lekker mijn koffietje aan het drinken ben.
We gaan dus vandaag voor de eerste keer op een buitenlocatie opnemen. Ik vind het leuk om dat een keer te proberen, omdat het dan zeg maar het een beetje lekker een zomerse vibe geeft. En omdat we dan een keer een ander decor als achtergrond hebben dan dat we normaal altijd hebben in onze vaste studio. Dus ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb een dansje helemaal geoefend. Ik heb nog een andere workout. Die is zeg maar low impact. Want we hebben natuurlijk binnen New Fit Mama echt heel veel verschillende niveaus. Zeg maar qua intensiteit dat de dames aan kunnen. Dus, en ik ga er sowieso een opnemen voor dames die net zijn bevallen. Vanaf minimaal 6 weken. En natuurlijk die dance. Lynn gaat als het goed is een upper body opnemen. En dan moeten we even kijken. Want het wordt echt super warm. Ik zag dat het gewoon om iets van 8 uur al 26 graden of zo zou zijn. Dus ik moet heel even kijken wat haalbaar is. Maar in ieder geval als we er 3 op kunnen nemen. Dan ben ik echt al super blij. Dus ik ben benieuwd. Maar goed, ik zit dus nooit in mijn eentje 's ochtends in de auto. En ik vind het echt helemaal chill, helemaal relaxed. Lekker wakker worden. Geen gedoe, geen gezeur aan mijn hoofd. Ik wil dit! Of bijvoorbeeld van, weet ik veel, dat er weer... Nou, in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. Heel gezellig elke ochtend, maar ook lekker om het af en toe een keer niet te hebben. Ik sta weer in de verkeerde rij. Maar goed, oké, ik ga even auto rijden. Ik ben zoals gewoonlijk weer zo meteen, als niet te veel file staat, ben ik weer eens veel te vroeg. Ik ben benieuwd. Lynn is altijd te laat, dus we compenseren elkaar. Ben je altijd team te vroeg of team te laat? Ik was hier dus al een klein beetje bang voor. De locatie die ik in gedachten had is dicht. Echt shit. En ik had ook nog een alternatief en die is ook dicht. Balen. Goed, ik ga nu proberen of ik hier een leuk stukje kan pakken. Kijk, ik ga even laten zien. Dit is een kade, dus misschien dat ik hier even een leuk stukje kan pakken. Lynn is er bijna, dus die helpt me even mee. Ja, hopen dat dat dan toch nog tof gaat zijn. Oké, dat gaf dus wel echt wat meer uitdagingen dan ik eigenlijk had verwacht. Gewoon, eerste locatie was dicht. Tweede optie was dicht. Derde optie was niet leuk genoeg. Vierde optie uiteindelijk wel opgenomen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel echt benieuwd ben, zeg maar, of dat ik er heel blij van word. Weet je, de kwaliteit en de professionaliteit is altijd natuurlijk staat voorop. Dus we gaan het zien. Ik ga zo meteen even op kantoor de beelden bekijken. En dan even doorsturen om te laten editen. En dan zien we het wel. Goed, ik heb nu even lekker een koffietje gehaald. En dan ga ik naar kantoor. Ik heb nog best wel een hele drukke dag. Dus ik denk dat ik dat niet ga filmen, maar dat ik jullie gewoon later vandaag weer zie. We hebben hier een in de stoel klimmer. Een meisje die helemaal vanaf hier zelf op de stoel klimt. Oh, wel helpen toch? Heet ook met lange mouwen. Waarom hebben jullie dit aan? Lekker hoor, moppie. Een pastatje met vega-kipjes. Oh nee, wacht, dat was een curry trouwens. Dat was het. Wat zit er allemaal in? Dit is appel met paprika en een kokosmelksausje. Hier zit rijst in en dit is vega-kipjes. Even kijken waar mijn kind uithangt, want die is buiten aan het spelen. Die had, oh, er liggen allemaal pakketjes. Die had weer met een vriendje afgesproken. Die is nu net weg. En nu is hij met andere kindje in de buurt aan het spelen, zie ik. Met waterpistolen. Ja. Nou, het ziet er wel heel lekker uit, zeg. Oh, we hebben nog geen drink voor de kindjes. Het ziet er erg. Nee? Je wil geen drink, oké. Okay. Ja. Lekker hoor. Zo, die meiden van mij die heb ik even lekker op bed gelegd. Het is vrijdagochtend 9:30. En die twee waren helemaal door het dolle. Ik weet het niet. Maar die waren gewoon moe. Ik denk ook een beetje van de hitte of zo. Het was vannacht echt super warm. En onweer en regen. Maar ja, die hitte die zit gewoon in huis. Dus ik denk dat ze gewoon helemaal totaal los zijn. Ook wel weer lekker. Want dat betekent dat ik zo meteen even lekker een uurtje op de bank kan gaan zitten met koffie. Maar eerst wil ik jullie even mijn nieuwe outfitjes laten zien van Stronger. Ja, helemaal leuk. Ik heb namelijk een samenwerking met Stronger. En ze hebben mij hun
allernieuwste en tofste en gaafste sportkleding gestuurd. Heel erg blij mee, want zoals jullie misschien al weten, ik draag heel vaak Stronger sportkleding. Ik heb ook meteen een kortingscode gekregen voor jullie, dus dat is top. Dat is Kimberly20 en onderaan de beschrijving zal ik die nog even erbij zetten. Je krijgt daarmee 20% korting op de hele collectie. Ook op de kleding die ik jullie zo meteen ga laten zien. En ja, zij verzenden wereldwijd gewoon gratis. Dus dat is helemaal tof. Ik heb nu het allereerste en meest favoriete setje aan. Kijk, dit topje. Ja, de broek trouwens ook. Is echt met dat een beetje soort van blauw, paarsachtig en zwarte stippen. Ja, ik vind hem echt helemaal leuk. En dit is van de nieuwe Pardell Collection. Ik zal het linkje even onderaan de beschrijving zetten. Broek schijnt natuurlijk zoals altijd niet door. En dat vind ik heel belangrijk. Want ja, als ik heel eerlijk ben, als je gaat squatten en je ziet gewoon die hele broek doorschijnen. Ja, ik vind het gewoon niet mooi. Maar dit, ja, is mijn favoriet. Ik heb er nu een aangedaan die jullie misschien al wel hebben gezien. Want ik heb deze de laatste paar weken al regelmatig aangehad. Deze ga ik jullie heel even zo laten zien. Want dan kan ik namelijk de rug laten zien. Die heeft namelijk een heel tof werkje. Kijk. Hoe leuk is dit? En ik had deze gisteren, had ik dit topje nog even aan. En had ik even een jurkje overheen gedaan. Wat ik raams van school moest halen. En dat ging dus gewoon helemaal prima. Omdat het dus zo'n leuk topje is. Maar je kan natuurlijk ook gewoon dit Stronger topje eroverheen doen. Voor degene die denkt, ik ga toch niet de hele dag in mijn blote buik lopen. Kan ook. Doe je gewoon deze aan. En dan heb je gewoon een leuk topje. Kijk, dat ziet er dan zo uit. Ik heb er nu even een zwarte broek onder gedaan voor als je dus wat minder van de printjes en zo bent. En deze vind ik ook heel gaaf omdat hij van die hele mooie openingetjes heeft. Wel subtiel, zeg maar. Waardoor het best wel sexy is, maar ook weer gewoon je altijd gewoon aan kan. Kijk, en dan lekker met zo'n zwart topje erop en dan ben je helemaal klaar voor je workout. En de laatste is er ook eentje met weer zo'n hele mooie kleur. Dit is een hele donkerblauwe met een ribstofje. Heel erg leuk, omdat het weer helemaal ander materiaal is. Met een wat langer topje en dan een bijpassende broek. Ik vind deze persoonlijk ook echt heel erg tof, omdat ik zoiets zelf nog niet had. Sowieso dat ribstof niet en ik had ook nog deze kleur niet qua sportkleding. Dus ja, ik ben hier ook heel blij mee. Ik draag trouwens van alle items draag ik boven een S en onder een M. En dan zitten ze dus bij mij zo. Dat is misschien fijn voor je om te weten als je denkt van welke maat heb ik dus nodig. Deze is dus van de achterkant ook best wel lang. Dus dan heb je eigenlijk aan de ene kant bijna een soort helemaal pak. Maar aan de andere kant is hij dus wel een klein beetje met blote buik aan de voorkant. Ik ben even met de kindjes naar de supermarkt gelopen nadat we Ramos van school hadden gehaald. We hebben lekkere grote eierkoeken gehaald. Wat is er? Oh ja, daar moet ook nog iets op. Ik ga zelf eten van gisteren opwarmen, want ik vond het zo lekker. Mmm. Lekker. Salute. Ik heb lekker een koffietje. Ik moet altijd heel erg lachen, want Linde, onze collega, die zegt altijd: Kimberly, hoe vaak jij in die vlog vertelt dat je aan het koffie drinken bent, is niet normaal. Het lijkt gewoon net of jij de hele dag koffie drinkt en echt gewoon bijna uit je poriën, zeg maar, naar koffie ruikt. Naar van die zwarte koffie. Maar het is helemaal niet zo. Want uiteindelijk drink ik maar 3, hooguit 4 koffietjes per dag. Alleen dat is dan waarschijnlijk net het moment dat ik dan dus mijn camera pak. In ieder geval, wij zitten in de auto. Ik heb mijn zwemkleding, want die had ik vanmiddag aan met de kindjes, verruild voor een zomers jurkje. Want Ed en ik zijn onderweg naar Breda. Alweer. En want we gaan toch maar weer naar de IKEA. Omdat we dus nog geen kast hebben gevonden. En ja, wij dachten we gaan toch maar naar de IKEA. Want uiteindelijk hebben we daar de meeste opties en bla bla. Dus dat gaan we doen. En daarna hebben we lekker ja, restaurant. Date night. We weten nog niet waar we naartoe gaan. We hebben ook natuurlijk weer niks gereserveerd. Maar we gaan het zien. We zijn in ieder geval even lekker samen weg. Mijn ouders die passen op de kindjes. De helden. ja, echt. Oh, mondkapje af. Wat een hitte. Geregeld hem op. Laat hem even zien. Kijk, kastje hoor. Het was alleen heel jammer, want de
greepjes waren niet leverbaar. Maar goed, uiteindelijk, we dachten we gaan hem toch maar nemen. En we wilden heel graag van die gouden handvaten, want we hebben dus een zwarte kast. En dat vinden we dat het mooist. En zwart hadden we ook nog gaaf gevonden wel, maar die waren er ook niet meer. Ze hadden alleen roestvrij staal of zo. Ja, en ik vind dat daar hou ik gewoon niet zo van. Dus we gaan nu zelf even zoeken. En, maar dat komt wel goed. Kijk eens aan. Wij zijn dus even lekker ergens gaan zitten. We hebben een plekje gevonden. En hebben een borrelplankje besteld met broodjes en vetjes. Nou. En een lekker wijntje natuurlijk. En een biertje van Ed, maar die is inmiddels op. Oeh, maak maar open, ik ben benieuwd. Oh, heerlijk. Het is de day after. En we hadden gisteren een hele leuke avond, maar ook een beetje rommelig, zeg maar. Want we hadden van tevoren niet bedacht waar we naartoe zouden gaan. En toen hadden we dus eerst een soort van, ja, voorrapje, aperitiefje. Wat jullie ook zagen, hè, met dat plankje met het broodje en dat soort dingen. En toen daarna wilden we echt ergens lekker gaan eten, maar dat was gewoon niet helemaal gelukt. We kwamen niet het juiste tegen en uiteindelijk zijn we dus geëindigd met een biertje en nacho chips. Ja, echt. Maar goed, in ieder geval, het is vandaag zaterdag. Etty is alweer vanaf vanochtend vroeg aan het klussen in het huis. Ik ben op de kamer bij de meiden en ik denk dus dat zij waterpokken hebben. Denk ik. Het is ook wel heel erg warm, dus in de eerste instantie dacht ik van misschien zijn het gewoon warmtebeeltjes. Maar het lijkt wel steeds meer te worden en het zit ook vooral op de buik. En er zitten een soort van blaasjes op. Dus... Ja, dus... Ik ben benieuwd. Ja, ze moeten het toch een keer krijgen natuurlijk. Oh, Charlie, doe maar niet in die planten dingen alsjeblieft. Ze moeten het toch een keer krijgen natuurlijk. Heb je geplast? Nee? Potje. Ja, ga maar zitten. Poep! Nee, dat was jouw been die er tegenaan kwam. Sorry. Nou, daar gaat de familie hoor. Bultje en Bultje. Zeg je? Nog twee bulten. Nog twee kleine bulten. Ik heb zo'n leuk ding gekocht, moet je kijken. Net bij de Xenos. Helemaal leuk voor in de hal. Dan kunnen we dan de sleuteltjes in doen. Of ik dacht, misschien zelfs plantjes. Hoe leuk. Op zoek naar avontuur in de luchtballon. Jokie en Jet gaan de wereld rond. Jokie en Jet hebben altijd dikke pret. Dag keer. Toen was er een beetje een heftige situatie, want papa had per ongeluk het verkeerde gepakt. Dit in plaats van horen. En toen was het time to work out. Ja, wij zijn dus gezellig naar de stad geweest. We hebben uiteindelijk alleen dat ene dingetje gekocht. Maar wel heel erg leuk. Ik ben helemaal blij mee. En nu ben ik dus op kantoor. Ik heb even een bakje met een, ja, is al bijna op, banaan en een doosje rozijnen gemaakt. Als pre-snackje, zeg maar, van de workout. En ik heb een watertje mee. En ga nu even lekker wat doen. Niet heel lang, maar gewoon even een half uurtje. Want morgen is het vaderdag. Dus dan komt er niks van. En dat maakt op zich natuurlijk helemaal niet uit. Want je hoeft echt niet elke dag te sporten. Dat doe ik ook niet. Maar één keer in het weekend is altijd wel lekker. Dus dat ga ik even doen. Dit is toch echt puur genieten. Dat je gewoon 's ochtends als je wakker wordt een jurkje aan kan doen. En dan naar de supermarkt kan lopen. Zonder dat je een jas aan hoeft. Ik vind dat echt het lekkerste ooit. Ja, het is vaderdag vandaag. Dus Ramos en ik gaan even een ontbijtje halen voor papa. Gezellig. Nou, en als dit nou niet lekker is. Hè? Ik heb een nieuwe foundation. Van Jane Iredale. Kleur amber. Ik ben er wel blij mee. Het is een soort van gel met korreltjes. En als je dat dan zo eruit doet, zeg maar, dan, ja, dan krijg je een soort van gel-achtig op je gezicht. Waardoor het best wel luchtig is. In plaats van dat hele dikke foundation. Kijk, ik heb nu niks anders op behalve dus foundation. Best wel goed, hè? Ik ben wel benieuwd hoe lang ik ermee ga doen. Want ik heb hem nu net een week. En kijk, kan je dat zo zien? Ja. Zie je? Dit is er al uit. Dus ik ben wel benieuwd of het heel lang gaat duren voordat hij op is. Want hij was niet heel goedkoop. Normaal gesproken heb ik altijd zo'n foundation van de Issy Paris voor 15 euro of zo. Maar nu dacht ik ga eens een keertje iets proberen. Ja, welke foundation gebruiken jullie? Want ik hoor vaak over de Your Backstage hele goede verhalen. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat gebruiken jullie? Hij is niet heel dekkend trouwens. Maar ik heb dat niet heel erg nodig. Dus ja.
Ja, ik ben er wel blij mee. Dus misschien wel een tip voor je. Hallo? De meiden die roepen de hele tijd, Ed! Dat hebben ze dus duidelijk van mij. Eddie. Dat hebben ze niet zelf bedacht. Ed! Oeh! Ja, vaderdag lunch. Mama openmaken? Gezellig, hè? Is lekker. Ben je al klaar? Oh, vroeger, toen ik net wakker werd, zag ik er gewoon fatsoenlijk uit. Nu, als ik wakker word, lijkt het net alsof ik een soort van 3 jaar niet geslapen heb. Alsof het gewoon allemaal iets langer de tijd nodig heeft om weer helemaal in vorm te komen. Dus, de meiden zijn wakker. Het is 7:50 en Ramos die slaapt nog lekker. Het is een wonder, maar goed, wel heel chill, vooral voor hem. En de meisjes die liggen dus zo lekker te kletsen en te schaterlachen. En ik vind het zo leuk altijd om naar te luisteren. Ik vraag me dan af of tweelingen ook sneller zich later alleen voelen. Omdat ze nu dus altijd samen zijn en samen slapen. Hoe is dat dan als je dan ineens alleen in een bed ligt in een kamer? Het lijkt me echt heel apart. Ik bedoel, normaal is een baby dat gewend. Volgens mij, Ed, ben jij hier of is het Ramos? Hey, schat. Zijn we er klaar voor? Ja, ik heb even lekker een shake gemaakt. Oh, ze zijn hier net aan het gillen. Oké, ik heb een shake gemaakt met whey proteïne, aardbei, amandelmelk, blauwe bessen, banaan en havermout. Zo, wij kunnen gaan. Nou, kindjes zitten lekker op school. Ik had Ramos een korte broek aangegeven met sandalen en korte mouwen. En het is echt 14 graden en het regent. Vet zielig, daar zit ik al de hele tijd over na te denken. Zal ik dan de juf een appje sturen of zal ik even mailen? Of zal ik dan tussen de middag iets gaan brengen of moet ik het gewoon laten? Nou ja, Ed vindt dat ik het gewoon moet laten, dus ik denk dat ik dat ook maar ga doen. In ieder geval, ik ben dus lekker op kantoor aan het werk met Ed erbij. En ik dacht, ga jullie heel eventjes nog tot slot, voordat ik de vlog ga afsluiten, wat vertellen over onze nieuwe secret, allerlekkerste ooit snack die we gaan krijgen. Want ik kreeg er heel veel vragen over, omdat ik deze dus... ik had daar een tijdje geleden wat over gedeeld. En dat ze ook al bijna, zeg maar, er zouden zijn en online zouden komen. Alleen, we hebben een klein beetje vertraging opgelopen. Waardoor we zo'n 2-3 weken later dan gepland live gaan met onze nieuwe allerlekkerste snackjes ooit. Echt, je wordt daar zo blij van, geloof me. Dus ja, we wachten nog even op de allerlaatste dingen. Dan komen ze binnen en ik denk dat dat over 2 weken zo is. Als je nu kijkt, net iets minder dan dat. Maar in ieder geval, lang verhaal kort, ik kom er dus snel op terug. Ze komen er, maar dus ietsje later. Oké, voor nu zou ik zeggen, een hele fijne dag, avond, nacht of whatever verder. Dankjewel voor het kijken weer naar deze weekvlog. Doe even een keer een duimpje omhoog of een gezellige comment of wat dan ook. En dan zie ik jullie gewoon gezellig volgende week weer. Dankjewel, doei!